Mijn naam is Kenny Essers. Ik ben 33 jaar oud en daarmee nog steeds de jongste beroepsimker van Nederland. We zitten met ons bedrijf in Maastricht gevestigd, maar we hebben op verschillende plaatsen in en om Maastricht hebben onze bijen staan. Dat is heel leuk. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld in de Kapucijnenstraat, twee straten achter de markt, hadden we de ookbijen staan. Dat doen we. We staan ook op de markt. Iedere woensdag en vrijdag staan we dan met al onze producten die wat onze bijen maken. Hoe kom je aan de volk? Bijenvolken kunnen we gelukkig zelf kweken. Dat scheelt een hele hoop. Daar zit wel een hele lange verhaallijn aan, maar even kort samengevat. Wij kopen wel koninginnen in uit Kirchheim. Dat is een gedeelte uit een plaats uit Duitsland. Daar doen ze de bijen zelfs kunstmatig insemineren. Eigenlijk is het hetzelfde als gewoon een runderhouder of een varkenshouder. Je wil gewoon met de beste genetica wil je gewoon werken. En dat geldt voor ons gewoon hetzelfde. Een van de grotere verschillen is, wij proberen zo weinig mogelijk, zelfs tot niet, de bijen bij te voeren met suikerwater, zoals dat gewoon heel vaak gebruikt. De bijen blijven bij ons voornamelijk op hun eigen honing overwinteren. Dit is een raam, zoals je ziet, helemaal vol met honing. Deze kant is al goed genoeg om te slingeren, maar deze kant mag nog even. Als 80% van de ramen ongeveer verzegeld zijn, dat noemen we dan verzegelde honing, dan zijn ze dus klaar om te slingeren, om te oogsten. Een koninginnenrooster. Die zorgt ervoor dat de koningin niet naar boven kan gaan. Anders zou de koningin eitjes kunnen leggen in het volk. Dat zou niet zo heel smakelijk zijn. En dan trek ik hier even willekeurig raam eruit. Ja, wat jullie hier zien, dat is wel. Ik zet er even raam neer zonder een bijtje te kwetsen. Dit is een heel mooie raam. Al die dekseltjes wat we hier zien, dat is gesloten broed. Hier komen dus uiteindelijk babybijtjes uit, die worden hieruit geboren. Hierboven, dat noemen we een voedselkrans. Dit is gemengd van nectar, dus nog honing wat niet klaar is. En stuifmeelkorrels. Stuifmeelkorrels zijn gewoon de eiwitten van... hier loopt de koningin. Hier, kijk. Hier, die genummerde. Zie je nou? Ja, ja, ja. 79. Dit noemen we elektrisch ontzegelen. Je gaat die vanuit hier naar de slingering. Dat is wat je deed. En nu gaan we slingeren. En dan gaat hier in de hele grote, dus in een dubbele zeef, dan gaat de honing voor de laatste keer in. En daar komt de honing door de laatste zeving heen. Honing van Being Pure, natuurlijk zoet.